Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij meer Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, vandaag gaat waarschijnlijk de laatste dag van mijn grote wandelavontuur worden van mijn Vaco Vierdaagse, zullen we het maar even noemen. Volgens mij is het ondertussen al een zesdaagse geworden of iets dergelijks. We zijn dan de hele tijd op avontuur en vandaag is dat de laatste dag, want vandaag hebben we eindelijk ons doel bereikt. We gaan namelijk proberen om zoveel mogelijk saplings te bemachtigen. En daarna gaan we terug naar huis, want ik wil ondertussen mijn hondje wel weer eens een keertje zien. En ik mis Arie de huiskip, ik mis gewoon alles en iedereen. Dus we moeten gewoon teruggaan, maar dat kunnen we niet doen voordat we saplings hebben. Want dat was natuurlijk het hele doel van deze exercitie. Dat we een heleboel, een heleboel saplings zouden hebben. Dat was de bedoeling, want ik wilde namelijk al die saplings thuis weer kunnen gaan planten, zodat ik nooit meer dit soort lange avonturen hoef te doen. Zodat ik nooit meer zes dagen lang hoef rond te lopen op zoek naar hout, op zoek naar spullen, op zoek naar voorraden. Dat wil ik gewoon niet meer, daar ben ik ondertussen wel een beetje klaar mee. Dat hebben we natuurlijk deze keer heel erg lang gedaan, dat hebben we mijn vorige serie heel erg vaak gedaan. En dat vind ik gewoon ondertussen niks meer. Ik vind die avonturen, ik vind ze super tof, maar dat gezoek en gedwaal en gedraai, nee, voor mij eventjes niet meer. Geef mijn Porsche maar een fikkie. Fikkie. Of aan Bobby, als je hond Bobby heet. Of Kees, als je hond Kees heet. Kees de Keeshond. Dat lijkt me wel een goeie. Ik denk namelijk dat ik, als ik dan gewoon al deze bomen weg ga halen, dat er dan meer saplings spawnen. En dat het dan makkelijker voor mij wordt om gewoon een goede voorraad mee naar huis te kunnen nemen. Want daar gaat het mij uiteindelijk om. Het gaat me niet zozeer om het hout zelf. Het gaat me om de saplings. Precies zoals het ook met de Dark Oak Wood om de saplings ging. Daar heb ik er nu 12 van. En ik denk dat 12 wel genoeg is om in ieder geval 3 grote bomen uit te laten groeien. Zodat we dat in ieder geval thuis hebben. Niet dat Dark Oak Wood heel erg zeldzaam is of zo in deze wereld, maar weet je, alles waar je niet achteraan moet hollen, is goed. Dat is hetzelfde met de mensheid. Op een gegeven moment heeft de mensheid ontdekt dat het veel makkelijker is om varkens in een hok te gaan houden. In plaats van constant achter bizons aan te rennen. Het moment dat je achter je eten aan moet rennen, gaat het fout. We zijn mensen, weet je, we zijn van nature lui. Dus we moeten zo lui mogelijk zijn, vind ik. En als we lui zijn, dat betekent dat we gewoon alles binnen handbereik moeten hebben. We hebben niet voor niks een koelkast uitgevonden. Dat is ook bedoeld zodat we niet achter onze kaas aan moeten rennen. Basically. Dat werkt toch prima. En dan hoop ik eigenlijk dat deze... Ja, kijk, deze gaat die spannen. Dat is goed. En hopelijk komt er in ieder geval iets van een sapling uit. Hoeven er niet veel te zijn als het maar een paar zijn. Want de vorige keer waren die saplings namelijk allemaal aan het glitchen. En dat nee. Ik weet niet hoe dat kwam. Ik weet niet wat er misging. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik kreeg geen enkele sapling. Ja, eentje. Nou, leuk. 1 sapling. Joehoe. We hebben potverdorie 5 bomen gesloopt. En 1 sapling. 1! Dus ik hoop dat het deze keer beter gaat, eigenlijk. En als het niet beter gaat, dan hebben we een probleem. Ja, toch? Dan hebben we weer een probleem, ja. Een grootste probleem. Kijk, deze bijvoorbeeld ook. Die moet even die spannen. Maar dit is de verkeerde houtsoort. Ho! Waar gingen we dus? Kijk, en daar was ik dus al bang voor dat dat binnenkort eens een keertje zou gebeuren met een hele hoge boom. Vandaar dat ik deze rare opstapmethode gebruikt heb. Dat ik gewoon zeker weet dat het veilig is. Safety first. Altijd. Alles wat je doet, safety first. Kijk, dit zijn de laatste 3, als het goed is. En dat betekent dat deze complete boom gedespawned zou moeten zijn. En dat we dus saplings kunnen gaan rapen. Hoop ik. Als dat namelijk niet zo is... Dan, ja, kijk, saplings. 3 hebben we er ondertussen. He. Dat moeten er meer worden. Dat gaan er ook waarschijnlijk wel meer worden, want er moet nog een flink stuk despawnen van die boom. Waarschijnlijk ligt hier ook nog wel ergens een sapling. Hallo. Saplings. Of zaailingen, zoals ze in het Nederlands zeggen. Ik heb mijn Minecraft echt nooit op Nederlands gezet. Ik vind het echt verschrikkelijk om Minecraft in het Nederlands te spelen. Daar nog eentje. Hoppa, dan hebben we de 4. Oké, nice. Welke taal heb jij in Minecraft trouwens staan? Heb je hem ook, net zoals ik, alleen maar op Engels staan? Of heb je hem in het Nederlands gezet? Of misschien in piratentaal? Het is de arme matey, de hele tijd tegen je roepen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je hem op piratentaal hebt gezet. Die is er ook. Hey, weet je, ik heb er 4. 4 is voldoende om in ieder geval 1 boom uit te laten groeien. Alleen, ja, weet je, dat is ook wel weer gevaarlijk. Want als ik nu een boom ga laten groeien, hieruit... En ik krijg uit die ene boom niet 4 saplings terug. Dan kan ik weer beginnen. Dus laat ik meer saplings gaan zoeken. Ik heb meer saplings nodig. Ik dacht dat ik met 3 wel voldoende had. Of 4. Maar dat moet er natuurlijk veel meer worden.
Dit is ook een jungleboom, zo te zien, hè? Ja. Het probleem alleen is, mijn bijl is bijna op. Ik moet even een nieuwe bijl fixen. Ik had ergens een crafting table neergezet. Daar, geloof ik. Ja. Hoppakee, crafting table. Oké, jou heb ik niet nodig. Waar is hout? Heb ik nog planken? Ja, 1, 2, 1, 2. Sticks. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee, pam, hop. Axes. Wat heb ik niet nodig? Oh! Nee, vriend. Echt niet. Echt niet. Don't you even dare. Nee. Ik moet mijn zwaard in mijn hand houden. Als hij me vermoord had, dan was ik echt gaan gillen. Dan hadden de buren me kunnen horen. En waarschijnlijk de achterburen 23 blokken verderop ook nog wel. Wauw, dat was echt een ramp geweest. Als die zombie me te pakken had gekregen. Maar die komt ook echt uit het niks in één keer. Zo van, ja, ik ben een zombie en ik kom hier durpen. Ja, dat is leuk, Mr. Zombie, maar... helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Dark Oak Wood, zwaard in mijn hand houden. Die fakkels kunnen even daar. Gaan we helemaal naar boven. En dan gaan we kijken hoeveel saplings we hieruit krijgen. Ik wil met in ieder geval 8 saplings naar huis. Dat is mijn doel. 8 saplings en dan gaan we terug. 8. En dan kun ik 2 grote bomen maken. En dan is de kans dat ik meer dan 4 saplings terugkrijg toch best wel een heel stuk groter. Dus dat gaan we doen. 2 bomen en dat is goed. Je zou toch maar 2 complete bomen in je achterzak moeten douwen. Dat gaat best wel moeilijk worden. En al die Minecraft-zooi. Maar kijk wat ik allemaal bij me heb. Stukken hout, stukken vlees, aardappels. Nog meer stukken vlees en een paar pikkelwelen. Waar laat die al dat spul, dat mannetje? Waar laat die al die troep? Ik heb geen idee. In zijn achterzak, in de rugzak? Hij heeft geen rugzak, dus... vrij raar. En mijn skin heeft ook geen rugzak. Dus dat is heel apart. Très apart, zouden de Fransen zeggen. Très apart. C'est très apart, Faco. Dan zeg ik oui, oui, oui. Tout est vrai, zeg ik dan. Of iets in de richting. Ik spreek echt geen woord Frans. Je ne veux pas parler français. Dat is het enige wat ik zeg. Je ne veux pas parler français. En waarschijnlijk heb ik zelfs dat verkeerd gezegd, dus... Misschien dat ik ook wel een paar van die cookies mee moet nemen. Cacaobonen. Dat is ook wel handig, want die heb ik ook nog niet. En nou ik toch hier ben, waarom zou ik ze niet meenemen, weet je? Cacaobonen, kan ik ook koekjes bakken thuis. Steeds aan despawnen? Ja, oh, zeppeling, ho! Dat is een zeppeling. Nou, dat is goed dat er een zeppeling is. Ho, je zal er bovenop gestaan hebben, Vaco. Daar ga je dan, met je zeppeling uitkijkmethode. Nou, als deze boom weg is, dan vind ik het mooi geweest. Dan gaan we terug naar huis. Dan gaan we kijken wat de buit is. En dan weet ik zeker dat de buit ook in veiligheid is. Dat is nog het belangrijkste. Want nu is de buit nog steeds niet in veiligheid. Ik heb nog wel dit gevonden. En dat is allemaal heel tof en allemaal heel aardig. Maar er hoeft maar 1 creeper te komen. 1 baby zombie die vervelend gaat lopen doen. En mijn complete avontuur van 5 dagen is nog steeds voor niks geweest. Oh, als dat gebeurt, hè. Ik ga echt janken. Ik ga echt huilen. Als dat gebeurt. Mijn bijl is trouwens ook bijna weg. Gelukkig heb ik nog een andere die ik eventjes kan gebruiken. Ik moet echt meer ijzer hebben, want ik heb ook te weinig ijzer, denk ik. Ik heb een ijzertekort. Ik heb bloedarmoede. Dat is natuurlijk niet waar, maar het zou zomaar kunnen. Het wordt trouwens bijna weer donker. Dat betekent zo slapen. Of nee, eerst stepling zoeken. Dan slapen. En als het dag is weer terug naar huis. Dat is de planning. Hoe gaat het trouwens met die spawnen? Ja, er komt nog een stepling aan. Heel goed. Ik heb er 5. Want hij voelt bovenop mijn hoofd. De moeite die ik doe voor al die troep. Dat is echt bizar. Waarom doe ik ook alweer zoveel moeite? Waarom wilde ik zo graag jungle food? Oh ja, zodat mijn Minecraft wereld mooier zou worden. Oké, goede reden. Goede reden, echt. Hopelijk is mijn bijl nog goed genoeg om het helemaal tot op de bodem te redden. Dat zou wel positief zijn namelijk. Waarschijnlijk niet, nee dus. Heb ik nog ergens anders een bijl? Ik heb er toch 2? Ik heb er 2 gemaakt net. Nou ja, dan maar even het laatste stukje zo.
Kijk, Zeppelin. Gimme. Dank u. Dat is 6. Ik had afgesproken 8, hè, geloof ik. 8 was de bedoeling. En dan gaan we naar huis. Maar er zal toch ondertussen nog wel ergens anders een Zeppelin gevallen zijn, of niet? Daar ligt er nog eentje. Kijk maar, zie je wel. Ze moeten gewoon ergens liggen. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Volgens mij heb ik ook hier nog ergens een paar zien vallen. Dacht ik. Niet? Oké, dan niet. Dan niet. Ja, weet je, 7 is net niet goed genoeg. Even zoeken. Ik moet er nog eentje hebben. Kan er nog wat naar beneden komen? 7 is net niet goed genoeg. Ik heb er 8 nodig. Ligt daar wat onder? Nee, daar ligt niks onder. Oké, ik ga slapen. En dan gaan we morgen met daglicht nog even doorzoeken. Kijken of dat er nog ergens een zeppelinkje ligt. Ik hoef er nog maar eentje en dan ben ik blij. Dus, ja toch? Eentje is goed. Eentje is pro. 1 is altijd positief. Overal waar je er eentje van kan krijgen is leuk. Het werkt hetzelfde met likes trouwens. Dus als jullie even een like op deze video willen doen. Elke like telt namelijk mee. Dat is echt waar. Was dat een sapling? Nee, dat was een fakkel. Ik moet even eigenlijk helemaal naar boven toe. En die boom daar nog even slopen. Want ik zie dat er nog een stukje is wat ik niet weggehakt heb. En wat dus voorkomt dat er saplings spawnen. Daar dus. Die saplings moeten gewoon droppen. Saplings. Hallo. Gaat dit despawnen op deze manier? Ik hoop het wel. Ja, sapling. Daar ligt hij. Komt hij. Wee. Kom. Dank u. Kom op bij papa. Dank je wel. Oké, nice. Ontbijten met wortels. Dat is altijd heel belangrijk. En dan weer terug naar huis. Alleen de grote vraag is, waar is thuis? Waarschijnlijk is thuis op 0000. Dus dan gaan we precies de goede kant op. 0000. Laten we dat in de gaten houden. We zitten nu op min 800. Min 1600. Dus op zich is het niet eens zo heel erg ver lopen. Het probleem is alleen dat we waarschijnlijk toch nog wel veel water over moeten. Dat gaat vervelend zijn. Dus we moeten een beetje die kant op. Zo gaan we goed. Als we deze kant op blijven lopen, dan komen we vanzelf bij ons kasteel uit. Dan komen we vanzelf thuis. Hopelijk geen grote bergen of grote zeeën. Want daar heb ik geen zin in. Het enige wat ik nu wil, is naar huis. Mijn hondje eten. Ga me niet vertellen dat daar nog een jungle is, hè. Oh, het zal ook eens niet zo zijn. Altijd als ik het niet nodig heb, vind ik wat ik nodig heb. Deze jungle, kom op, waarom? Oh, wat is, heb jij grote ogen? Nou hier, gaan jullie maar even een jungle-orgie houden dan, hè? Ja, om te vieren dat het zo gezellig is. Varkens houden ondertussen even een jungle-orgie. Wauw. Zo vind je nergens jungle, zo vind je de 2 op 2 dagen. Dit is typisch mijn geluk. Oeh. Dit is wel positief trouwens, dan kan ik nog eventjes wat van die cacaobonen meenemen. Die was ik vergeten in de vorige jungle, dus dat is goed. Dit is positief. Dit is goed. Komt er toch nog ergens van pas, deze tweede jungle. Ik wil naar boven, ik wil hier naartoe. Dank u, dank u. Kan ik deze mooi even meenemen? Hop, hop. Hoeft er niet veel te zijn. Wat kan ik weggooien? Dit kan ik weggooien. 3 is goed genoeg. Dan kan ik namelijk zelf later weer een farmpje van maken. Dat is prima. Kijk, wat dat betreft heb ik wel geduld hoor. Maar een farmpje. Oh! Uit blijven kijken vaak. Oh! Het gaat bijna de verkeerde kant op, jongen. Nog 1200 lopen, ongeveer. Wat is mijn Minecraft aan het laggen trouwens? Used memory, 87%. 89%. Hoe kan dit? Van 1000 megabyte? Heb ik Minecraft maar 1 gigabyte aan memory gegeven? Dat is niet waar, want ik heb een tijdje geleden 4 gigabyte gegeven. Dat is niet zo best. Nou ja, moet maar eventjes. Zal ik voor de volgende aflevering zal ik mijn memory wel weer terugzetten. Waarschijnlijk kan ik die shaders niet aan, dat zou natuurlijk kunnen. Want ik heb onlangs mijn shaders weer vernieuwd, dus
Dit is wel heel apart. Allocated memory, 100%. Wauw. Dat is me nog niet eerder gebeurd. Ik zou zweren dat ik hem op 4 giga had gezet. Sterker nog, dat heb ik ook gedaan, maar blijkbaar heeft Minecraft zichzelf gereset. Toen ik nieuwe shaders erin gooide. En Optifine installeerde. Ik denk dat dat gebeurd is. Dat Minecraft zichzelf opnieuw geïnstalleerd heeft. Zijn we al thuis? Nee, dat zijn we nog niet. Weet je wat ik ga doen, Vaco Gamers? Ik vind dit te erg lekker. Ik ga deze aflevering afsluiten hier. We hebben wat we willen. Namelijk een heleboel saplings, een heleboel verschillende soorten hout. En ik zie daar alweer de volgende jungle, dus het gaat echt verschrikkelijk verkeerde kant op. Wat ik ga doen. Ik ga Minecraft meer memory geven. Ik weet niet hoe dat er ook komen is dat het weer teruggezet is. Maar het is nou eenmaal zo. Ik zie jullie dus morgen weer terug bij meer Minecraft Survival. En dan gaan we terug naar huis. Gaan we alles verdelen over verschillende kisten. En dan gaan we gewoon lekker genieten van alles wat we tijdens dit avontuur hebben meegekregen. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen bij meer Minecraft Survival. Mazzel!